Het Waterforum Suriname heeft dinsdag haar 10-jarig bestaan herdacht. De organisatie heeft gemeend dit mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Traditioneel wordt het Water Award ook op de jaardag van het Waterforum, maar die zijn vanwege drukte eerder uitgereikt, zegt Max Huizen, voorzitter van het Waterforum Suriname. Hij geeft verder aan dat water heel erg belangrijk is, vooral voor een land als Suriname. Als je gezegend bent met grote hoeveelheden schoon, zoet water, waarvan eigenlijk 0,5% van alle water op aarde daaruit bestaat, dus maar een heel klein percentage, dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. En gezien het feit dat wij het uitverkoren land zijn, dat de uitstek zoet water heeft, schoon water heeft, moeten we toch wel blijven stilstaan. En eigenlijk vanuit het Waterforum Suriname is dat een voorrecht om die rol te vervullen. We staan dus in de bres voor alle water in Suriname. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zijn de ministeries van NH, LVV, ROS en OW belangrijk en toch komen ze handen tekort. Volgens Gonda Asadang, directeur water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is integraal waterbeheer een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen samenkomen. Want de complexiteit hebben we gezien. Dus de oproep die ik ook doe is dat wij met z'n allen, of laten we zeggen met z'n allen, maar ook met de weinige waterexperts die we hebben, dit soort dingen moeten koesteren. Ik weet nog jaren terug, ik werk op de universiteit, waar we begonnen met een initiatief om, mag ik zelf weten, ik zie de RC van infrastructuur ook hier, die weet het 100%, om waterdata te bundelen. En zo was het initiatief van het SWRI's ontstaan. Meneer Matali weet er ook van. Dat was een platform die nog online is hoor. En alleen maar om alle data en netwerken van water te bundelen. En dat is op een website. Zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overstromingen en het tegengaan van vervuiling, watervervuiling. Zoals u wellicht weet, is er binnen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een directoraat water. Ja? Dit directoraat bestaat uit de dienst watervoorziening. En de afdeling Integraal Waterbeheer, IWB. De taakstelling van dit directoraat omvat onder andere het strategisch beheer, de zorg voor beleidsadvisering. In het kader van het 10-jarig bestaan heeft het Waterforum aan René van Essen als een van de oprichters van het Waterforum het Water Career Award uitgereikt als blijk van waardering voor zijn inzet en werk de afgelopen 10 jaar binnen de organisatie. Suriname, René is onze held. Hij heeft in het Waterforum echt op schouders gedragen. En zonder René zou het Waterforum niet zijn wat het Waterforum vandaag is. Dus René, jij bent onze goede ambassadeur. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dat is uiteraard een hele grote verrassing. Ik heb vroeger, heel vroeger, landbouw en cultuurtechniek gestudeerd. Maar ik ben dus op een gegeven moment een beetje van afgeweken. En ik ben dus in het bedrijfsleven terechtgekomen.